Goedemorgen jongens en meisjes. We zijn aan het FabLab en hier gaan wij, of ga ik voor jullie ontwerpen uitsnijden met een lasercutter. We gaan gewoon eens zien binnen hoe dat die lasercutters eigenlijk werken. Ik ga een paar andere mensen laten zien en straks ga ik jullie ontwerpje laten zien. Dat is even loren, hè? En hier is nog een andere. Maar baal me met je van op. Ik kan helemaal niet hebben. Dat is allemaal uitgesneden. Ik zal het nu niet filmen, maar alleen nu filmen voor mijn leerlingen. Dat ze zien. Allemaal uitgesneden. Deze nog allemaal dingen die zijn uitgesneden. Oké, ik ga nu naar de computer en dan ga ik jullie bestandje openen. Ik heb dat allemaal samengezet in één documentje. En dat zijn dus jullie al jullie puzzeltjes samen. Lasercutter. Ik heb jullie bestandje ingeladen en ik ben nu al jullie letters in een andere kleur aan het zetten, hè? In het zwart. En de zwarte dingen gaan we graveren en het rood uitsnijden. Deze machine is klaar voor gebruik. Ik moet daar zometeen een plankje in leggen. Die gaan we hier kopen. Ik ga misschien een iets dikker plankje kopen. Of misschien zo eentje. En dan kunnen we daar een cool ding van maken. Tot spiet. Zo, alles staat klaar. Ik heb alles juist aangeklikt. Nu is het leuk. We klikken op uitvoeren. En dan. Tadadada. Op de groene knop. En dan gaat het beginnen, hè. Ik ga eerst een beetje zoeken hoe dik het hout is. Scherp stellen. En hij begint al te snijden. Oké, we zijn helemaal klaar. Ik doe het hier open. En we zien... Oké, kijk wat ik heb gedaan. Ik heb hem gewoon vastgeplakt met tape. En dan kan ik nu heel de plaat eruit halen. Hè? Zo, we zullen hem eens omdraaien. Wauw, dan zien we dat alles doorgesneden is. Sommige dingen zijn een beetje verbrand. Fantastisch. Ik zal het nog eens doen voor juf Marie. Dan kan ze die in de klas ook gebruiken als jullie terug naar jullie eigen school gaan. Bye.